Een van de lichtste deelnemers uit het gezelschap is de 29-jarige Simon Wulfsen. Hij weegt namelijk maar 106 kilo. Wulfsen, die in Dordrecht woont, is Nederlands kampioen powerlift in de gewichtsklasse tot 110 kilo. Sim, dat wegbrengen, deze wegbrengen en daarna een bankstel ophalen. Voor elkaar. Ja. Dat gaan we doen. Doe je best. We gaan het laaien en we brengen het naar die mensen. In 1982 was hij nog de sterkste man van Nederland, zelfs een jaar later van Europa. Maar ja, hoe is het tegenwoordig met Sim Wulfsen? Ja, hey, maar we komen hier niet om te ouwehoeren, we komen hier om te werken. Oké. Okay. Stop. Hij probeert hier 130 kilo bij het boomstam tillen. Ja hoor, prima voor Sim Wulfsen. Moeten we wat voor over hebben? Ja. En nog een klappertje. Een aantal zeer moeilijke seconden gaat de deelnemer tegemoet bij het volgende onderdeel, het zogenaamde accutillen. Misschien heeft u het gezien bij de wereldfinale in Amerika. Dit is niet mijn pensioen, dit is gewoon werken volgens mij. Ja, ja. Want? Hoe ben je nou terecht gekomen? Want dit heet Geef het Dort. Geef het Dort, ja. Ik ben zeg maar al heel lang bevriend met Suzanne. Ja. En de projectleidster. De projectleidster, ja. En op een gegeven moment moest ik daar bij hun op het kantoor zijn. En toen begon ze over dat vrijwilligerswerk. Ik zei, nou ja, dat vind ik ook wel leuk om te doen. En toen ben ik het één keer in de week gaan doen. Dat is gewoon 4 jaar geleden nou. Want we hebben nu een bed bij ons en we gaan ook nog een tafel ergens halen. Ja, we gaan nu een bed wegbrengen bij arme mensen. Ja. En dan gaan we een inboedel halen bij mensen die dat weggeven. Had jij nou in de gaten dat je van een gewone Dordtse jongen die lekker kon sporten ineens een nationale televisiebekendheid ben geworden? Nou, waar ik het allereerst aan merkte, ik was al heel lang bezig om een sportschool te krijgen. Ja. Op Papendrecht in de Lisbloemstraat. Ja. Maar dat werd elke keer afgewezen en dat was weer niet goed. En toen was ik op tv geweest, toen belde de bank mezelf. Meneer Willissen, wil je even langskomen, want we vinden het prima. Hoeveel wil je lenen? Ja, daar ging het. En gaan deuren open. Dat is de positieve kant van het verhaal. Ja. En ik denk dat je ook een heleboel andere positieve kanten hebt van die bekendheid. Je bent bevriend geraakt met André Hazes bijvoorbeeld. Ja, ja, ik werd door iedereen gezien als een bodyguard. Ja. Maar ik was eigenlijk meer zijn vriend, want ik ben nooit bij hem in dienst geweest. Ik heb altijd alles eigenlijk gratis gedaan en ja, omdat we gewoon vrienden waren. Je kwam ook in aanraking met mensen die dingen van je wilden waar je achteraf misschien denkt, daar was ik beter maar nooit ingestapt. Ja, dat gebeurt ook. Je krijgt natuurlijk een heleboel mensen die willen je onder contract hebben. En, voor als bodyguard, zei je? Nou ja, eerst gewoon met de sport en dan ja, automatisch komen ze als bodyguard. Daar hebben we het dan over? Een bekende crimineel die vroeg om mij of ik een avondje zijn bodyguard wou zijn. En dat heb ik gedaan toen, maar daar zat niks achter. En ik had heel de avond bezig geweest. Aan het eind van de avond kreeg ik een envelop. En er zat 5000 gulden in. Met een keurig loonstrookje? Met de belasting? Nee, geen loonstrookje. Oh. Kijk, en dan denk je weer, hè? Ik heb altijd aan de deur gestaan voor een bepaald bedrag. Maar dat was niet te vergelijken met dat natuurlijk. Wanneer ging het nou mis? Ja, eigenlijk ging het mis, eigenlijk zonder erg. Het gaat heel geleidelijk. Op een gegeven moment toen kreeg ik een bedrag. En toen werd er gezegd tegen mij, je had eigenlijk meer verdiend, maar ik heb wat voor je geïnvesteerd. En zo kwam ik verlievelen in de moeilijkheden natuurlijk. En omdat ik eigenlijk maar een heel normale jongen was, dat ik in één keer kon kopen wat ik wou. En dat, net als ik zeg, allerlei deuren voor me open gingen. Ja. En daar was ik niet tegen opgewassen. Je voelde je gewoon een hele bink. Ja, ja. Ik kon in één keer alle vrouwen krijgen. Ja, oh. Ik reed tegen in een Mercedes. Hoeveel mooie vrouwen? Ja, dat weet ik niet meer. Ik heb ze niet geteld. Nee. Maar je hebt er wel van genoten van het leven. Ja, natuurlijk. Buiten dat ik in de gevangenis heb gezeten, heb ik een perfect leven gehad. Ja, daar zeg je, het woord gevangenis valt dan. Jouw naam werd in verband gebracht met drugs. Klopt. Nou, als sportman is dat wel het laatste wat je wil horen. Juist, dat klopt inderdaad. Maar het vervelende is, iedereen weet dat ik 12 jaar ijs kreeg.
Maar niemand weet dat ik daarvoor vrijgesproken ben. En ruim 3 ton schadevergoeding, nou dat is niet misselijk. Er stond zo'n stukje in de krant. In 2003 gaat het wel mis. Dan sta je weer voor de rechter. Ja. En dan moet je de bak in. Ja. Ja. Wat had je nou misdaan? Nou, althans, waar weet je van? Ik had een transport beschermd. Ja, en dat transport, dat was een drugstransport. Ja. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet, maar dat interesseerde me ook niet. Mijn doel is de boel beschermen. Ja. Kijk, als ik je vriend ben, dan gaan we er samen op uit en dan blijf ik achter je staan. Ja. Tot het gaatje. En dan, ja, dan kan je zwaar in de problemen komen. Zeker als dat hele verkeerde vrienden zijn. Ja. Want hoeven wij namen te noemen, maar het waren de grootste criminelen van Amsterdam. In zoverre laat ik het zo zijn, want ik wil ook niet nou in één keer af gaan zitten geven op die jongens. Het waren criminelen en ze hadden hele foute dingen en alles. Maar het waren mijn vrienden. Je bent wel bedreigd, hè? Je staat op een liquidatielijst, heb ik me van laten vertellen. Ja, dat klopt. En dat hebben ze ook geprobeerd. En we rijden hier toch wel veilig? Ja, hoor. Ja. Want als ze op jou was schieten, zit ik wel naast de verkeerde. Maar dat is al een tijdje geleden. Hoppakee. Je werkt voor een hartstikke goed doel. Ja, vind ik goed. Ben je nou aan het goedmaken wat je in je leven verkeerd gedaan hebt? Nee, maar ik ben altijd wel een goede kant gehad. Ja. Ik vind het gewoon leuk om te doen en niet te goedmaken. Je bent geen mens. Ik voel me nergens schuldig voor. Heb je nog wat te vertellen? Ja, dat je erg zat te lullen. Zouden we die bussen verlaten? Oké. Oh! Godsamme. Man. Dat ik allemaal mijn oude dag nog mee mag maken.